Dag lieve mensen, welkom bij dit bericht. Ik ga even mijn bril afdoen. Van de week heb ik een poll neergezet waar jullie konden kiezen welke readingen dat jullie wensen. Nou, overduidelijk iedereen de meeste van jullie tweelingzielreadingen, maar bij tweelingzielreadingen hoort natuurlijk ook een stuk healing bij, blokkades bekijken. Want als je die niet bekijkt, gaat het in het tweelingzielproces ook niet stromen. Dankjewel trouwens aan alle nieuwe abonnees, hartelijk welkom. Dankjewel voor het delen, dankjewel voor het liken van mijn video's. Mocht je nog niet geabonneerd zijn en wens je meer informatie en op de hoogte gehouden worden van mijn readingen, klik dan even op abonneren en op het belletje. Dan mis je geen updates. De afgelopen 2 weken heb ik zelf in een stuk healingproces gezeten. Waarbij afgelopen zondag eigenlijk het stukje balans terugkwam. De laatste restanten letterlijk uit mijn lijf getrokken werden. Door mezelf een healing te geven samen met moeder Maria en moeder Arcturion. Plus mijn kundalini energie en light language. Iets nieuws waarbij ik al een tijdje mee bezig ben. Maar nog niet naar buiten toe kom. Dat gaat ook wel denk ik gebeuren, maar dat duurt nog even. Maar goed, dat terzijde, dat was een zeer bijzondere ervaring, kan ik al zeggen. Nog nooit meegemaakt dat gewoon de blokkades eigenlijk direct oplossen. Je voelt het gewoon oplossen in je systeem. Dus het is wel de bedoeling dat ik daar iets mee ga doen. En mensen daar gaan ondersteunen. Daarover later meer. Daar zal ik apart nog een video voor opnemen wat dat gaat zijn. Dit zal een tweelingzielreading worden waarbij we gaan kijken van hoe sta je nu in het proces en waar mag je aan werken. Even kijken. Ja. En de bedoeling is ook iets van Zoom meetings te geven met afstandshealingen. Dus dat komt nog allemaal. Dus dat is in ieder geval mijn plan wat ik een beetje doorkreeg van de week. Ik ga mijn bril opzetten, anders kan ik de kaarten niet lezen. Waar mag je aan werken? Waar zijn jullie op dit moment in het tweelingzielenproces? Oké. The Divine Master, Interconnectedness, Synchronicity, Godness. Ja, synchroniciteit. Dat mag er dus nu gaan stromen, dat je eigenlijk in balans gaat zijn en met de stroom meegaat die eigenlijk nu vanuit het universum naar je toe komt. En de kaart heet al Light Codes, Light Immersion, Full System Upgrade, Power Recall. Dan word je dus gevraagd om niet in dat proces te blijven hangen, maar echt je kracht terug te halen. Je kracht terug te halen naar jezelf. En niet blijven hangen in de verbinding, want die verbinding zal er sowieso altijd zijn. Ook al is er op dit moment misschien voor velen van jullie geen contact. Weet je, die verbinding is er, die is op zielsniveau en die gaat ook niet weg. Maar in de tussentijd mag je wel voorbereiden op die union en mag je dus eigenlijk je eigen processen aanpakken. En dat je echt in union komt met jezelf. Ja, dan mag nog 1 kaart bij. De kaart Arcturion Light Codes. Ja, met moeder Arcturion had ik ook gewerkt. Evolutionary Downloads, Recalling Power, Future Thinking. Dus probeer dat stukje in de toekomst denken, probeer dat los te laten en ga meer in het hier en nu leven. Je kunt toch niets forceren, dat gaat niet. Maar ook wat ze hier schrijven, recalling power, haal je kracht terug. Echt, haal je kracht terug. Wat mij gisteren, of eigenlijk vandaag is het dinsdag, wat mij zondag gebeurde. Dus ik had zondag gevraagd om, weet je, ik wil gewoon mijn DNA helemaal naar de fabrieksinstellingen terug. Dat eigenlijk alles zo werkt zoals het hoort te zijn in mijn hele lichaam. En dat ik een upgrade krijg van energie, dat ik weet welke dingen ik moet gaan doen. Wat ik eigenlijk moet gaan aanpakken en hoe ik mensen mag gaan helpen. Dat heb ik gevraagd, zondag. En toen kwam ik gisteravond, eigenlijk, ja, gisteravond was dat. Dan zit ik in een groep, dat heeft met light language te maken. Daar deed iemand, een meneer uit Amerika, die gaf een light language healing. En als je daar interesse in had, kon je ervoor opgeven. Dat heb ik dus gedaan, dat was een live event. En hij heeft daar een healing gedaan en wat hij daar zei tegen mij, van boodschappen wat hij doorgaf, was exact wat ik de zondag gevraagd had.
En die healing was ja, heel erg krachtig en dat voelde heel goed. Inmiddels heb ik dus contact met deze persoon en nog iemand, een mevrouw uit Canada. En het kan zijn dat wij in de toekomst gaan samenwerken, ik weet het ook niet. Ik laat het allemaal op me afkomen in de zin van Zoom-meetingen geven of met een heleboel mensen tegelijk healingen geven. Dat kan ook, hè, dat je iets gaat stromen, maar dat er in ieder geval dat je mensen mag ondersteunen hiermee. En dat is gewoon fijn dat er dan mensen op je pad komen, op je pad worden gezet eigenlijk, die je daarbij ondersteunen. Dus vraag ook, als jij hier moeite mee hebt met je kracht terughalen, vraag dan eens eigenlijk, waar ben je kracht door verloren? Waar heb je moeite mee? Heb je moeite met het stuk afhankelijkheid? Heb je moeite met geborgenheid dat je die niet hebt? Maar kijk altijd naar binnen. Het ligt in jouzelf. Het ligt niet in de buitenwereld. De buitenwereld is gewoon een mooie spiegel voor jou. Dat je dus echt terug naar jezelf mag. En dan gaan kijken van waarom voel ik dit? Waarom is dit? Schrijf het op. Dan zo werkt het voor mij. Als ik een emotie voel en het gaat niet weg. Dat het bij me blijft hangen. Dan schrijf ik het op. Ik heb nu... De afgelopen weken heb ik alles opgeschreven aan emoties, maar niet een hele epistel of een heel dagboek. Nee, gewoon dat, deze emotiegeborgenheid. Waar komt het vandaan? Wat krijg ik daarbij door? Daarmee ondersteun je jezelf. En als dat zover is, het is nu volle maan morgen, dan kun je dat papier dus ook volgens een ceremonie verbranden of gewoon je steekt het, verbrand het maar buiten. Maar ook dat helpt. Dus ga eens even kijken, waar liggen jouw blokkades? Waar liggen die blokkades bij jou om eigenlijk die kracht terug te krijgen? Waar heb je die blokkades nog zitten? Wat komt er bij je op als je bedenkt van ik moet dit of dat loslaten? Welke emotie komt er dan bij je op en schrijf die op? Je hoeft daar niet een heel verhaal van te maken, maar gewoon het stukje opschrijven wat bij je opkomt. Ik moet deze kaarten pakken. Oké. Ja, hoe ga je dat aanpakken, die Divine Matrix? Het is natuurlijk ook zo dat je uit die matrix van de buitenwereld stapt en echt teruggaat naar jezelf, zodat je echt kunt connecten met je gidsen. En dat je dus ook de balans in jezelf terug gaat vinden. Want als je dat altijd in de buitenwereld blijft zoeken bij die persoon, gaat dat niet lukken. Dus je moet echt terug naar binnen. Geloof me, ik... Ik ben daar ook achter gekomen en soms is dat niet fijn, maar als ik nu achteraf kijk wat er dan gebeurd is, dan denk ik, weet je, dankjewel, je wist wat goed voor me was en voor het hele proces. En nu heb ik dus wel mijn rust in mezelf gevonden. En dan zal ik wel zien waar het schip strandt, of nee, dat schip strandt niet, maar dat komt binnen. Dus nu mag ik mijn licht laten schijnen en eigenlijk voor mezelf en de rest zal zich... aandienen wanneer het tijd is. A new earth, it's happening, keep holding the vision. Dus hou het wel dat, je mag natuurlijk toch vasthouden aan dat stukje, maar het is wel belangrijk dat je dus echt in de verbinding gaat met spirit en het loslaat, wanneer, hoe, wat, etc. Leef in het hier en nu, want morgen is je niet beloofd en als je alleen maar druk maakt over de toekomst, van wanneer gaat dat stromen, dan verlies je in het heden gewoon je kracht. En dat is nergens voor nodig. You'll survive this, new solutions and beginnings. Dus er komt in ieder geval een nieuw begin. En dat nieuwe begin heeft te maken met de verbinding met jezelf. Dus light immersion. Dat je heel veel inzichten krijgt. Heel veel lichtcodes naar beneden komen. En die je mag integreren in jouw systeem. Waardoor je dus echt... die verbinding met jezelf kan maken. Van daaruit, die verbinding met jezelf, kan die verbinding met die tweelingziel plaatsvinden. En er zijn velen van jullie die willen natuurlijk alleen maar weten hoe het met de ander gaat. Ik vind dat ook wel interessant, daar gaat het niet om. Maar goed, als je verbonden bent op zielsniveau, dan voel je dat toch, hoe het met die ander is. En als je dat niet hebt... Focus je dan toch gewoon op jezelf en probeer die rust te bewaren. Um,
Hier krijg je ook de kaart Baby Steps. Volg je intuïtie. Wacht even. Actie, volg je intuïtie before it makes sense. Dus luister eens naar je intuïtie voordat je ook weet van hoe het gaat stromen. Dus ook al weet je nog niet wat je hier moet doen, wat jouw missie is in deze tweelingzielverbinding, je mag eerst terug naar jezelf. En hier de kaart Longing for Home, Homesick for the Stars. Dus je hebt wel een verbinding met de sterren. En eigenlijk lijkt het erop, wacht, daar plakken we een kaart achter. Called Soul Gifts and Training, it's time to step up. Dus het is tijd om in jouw kracht te gaan staan. En datgene te doen waar jij voor hier op aarde bent gekomen. En dat is op dit ogenblik eerst voor jezelf zorgen. En we gaan straks natuurlijk, je denkt misschien van, oh jee, dit is alleen maar over mij. Ja, maar dat gaat ook over jou. Die tweelingzielverbinding gaat in eerste instantie over jouzelf. En daarna pas in die union komen. Want als je in die union met jezelf niet bent, gaat die andere ook, kan dat andere ook niet stromen. Dus daar mag je wel rekening mee houden. En dus ik geef je dadelijk wel inzichten van hoe het gaat stromen tussen jullie. Maar eerst dit proces. Dat hoort er ook bij en dat is ook heel belangrijk. Niet, ja, misschien nog wel meer belangrijk dan dat andere. Ja? Wat mag je voor informatie? Ik had van de week trouwens vergeten de kaartendek. Nou ja, dat heeft dan natuurlijk. Transforming tragedy. Dus als er nu een probleem is tussen jou en die ander. Als het voelt als, oh, alles is verloren. Dat gaat gewoon niet stromen. Weet dan dat je eigenlijk door spirit geleid wordt naar terug naar jezelf. Waardoor dadelijk de weg vrij wordt naar de ander. Loss is my reminder that more room has been made for greater gifts to be received. Nou, dat zei ik al. Ik had het zien nu pas. Dus er wordt nu gewoon plaats gemaakt om meer te ontvangen. Overvloed te ontvangen. De overvloed in jezelf. En de overvloed wat van jou, voor jou belangrijk is. En straks natuurlijk ook voor de verbinding samen. Goed, dat zijn er te veel. Wat mag ik zien bij de light codes? Oké, nou. My heart will love again. Healing heartbreak. Dus ook al voelt het, nou wil niet zeggen dat jullie uit elkaar gaan, maar ook al voelt het nu pijnlijk. En geloof me, dat is het. Maar dan ga je de diepte in. Door de diepte in te gaan en te vragen, waar komt dat vandaan? Waarom voel ik dat zo? Waarom doet dat zo'n pijn? Is dat omdat ik me afgewezen voel? Nou ja, dat is het dan niet. Maar is het omdat je alleen achterblijft? Dat is natuurlijk wel een stuk. Kan een stuk zijn, maar goed afgewezen worden kan natuurlijk ook. Maar dat had ik niet zo. Zelf niet zo, maar wel het stuk van alleen zijn. Je moet het alleen doen, terwijl ik eigenlijk op aardsvlak alles alleen doe. Daar gaat het niet om, maar emotioneel gezien is dat een ander stuk. Een stukje geborgenheid missen. Ja, verschillende dingen. Dat kan ook nog te maken hebben met stukjes van vorige levens. Het kan ook te maken hebben met de verbinding met je ouders. Dat daar nog iets in de kindertijd, daar nog iets geheeld mag worden. Dus kijk daar eens even naar. My choices determine how brightly I shine. Expressing free will. Dus je hebt wel een eigen vrije wil wat je hiermee gaat doen. Of je kunt natuurlijk kiezen ervoor om in de put te blijven zitten. I'm one eternal light appearing as all, exploring unity consciousness. Dus dat, wat ik dus nu aan het doen ben. Ik heb me dus ook afgevraagd vorige week van hoe ga ik dit aanpakken? Nou, is bij mij altijd makkelijk. Ik kan twee dingen doen. Dat heb ik me jaren terug ook al eens afgevraagd toen het niet goed ging. Met me toen mijn vader overleden was. Ik kan twee dingen doen. Ik kan in de put blijven zitten. Of zeggen van nee, dat gaat niet gebeuren. Knokken en keihard werken aan mezelf. En dat stukje verbinding met mezelf terughalen. Dat heb ik gedaan. En dat vertel ik nu allemaal wel zo makkelijk. Ik wil niet zeggen dat het makkelijk was. Maar zonder stappen te zetten. Ook al zijn er maar babystappen. Wat hier ook gezegd wordt. Pak iets stap voor stap aan. Ik heb ook het afgelopen 5 maanden, 5,5 maand eigenlijk, symbolisch natuurlijk, 5,5. En heb ik heel veel dingen losgelaten. Ik had daarvoor, jaren daarvoor al heel veel opgeruimd, daar gaat het niet om. Maar de laatste resten eigenlijk van die ui tot de kern te komen, waren dus nu aan de beurt. En het was niet makkelijk, maar goed, voor mijn gevoel is er zo'n enorme rust sinds zondagavond. In mijn systeem,
ik kan het niet uitleggen. Het is gewoon, het is goed. En van hieruit kan ik alleen maar nu terug naar mijn eigen stukje en kijken hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar goed, nu heb je dat stuk gehoord wat je mag doen, dat je aan jezelf mag werken, dat je mag terugkijken, schrijf die dingen ook op. Sorry, dus je laat ook iets los als je dus oprispingen krijgt. Blijkbaar laat ik nog iets los, kan best. Ja, dat was dus letterlijk een doorbraak bij mij. Ik heb een meditatie gedaan. Nervus vagus healing heb ik ook gedaan. Want ook dat helpt daarbij. Daar zit ook heel veel vast in je lichaam. Dat zal ik eronder zetten als ik het niet vergeet. We hebben natuurlijk weer geen papier hier bij de hand. Wacht. Ja. Die had ik al gedeeld op mijn community, dat filmpje. En als je daarmee aan de slag gaat, dat helpt ook enorm om blokkades in je systeem los te halen. Maar we gaan eens even kijken hoe dat zit tussen jou en je tweelingziel. Wat mag je dan in dat stuk zien? Wat mag zich daar gaan ontwikkelen? Je mag de waarde van jezelf zien. Dus de eigen waarde. Daar heeft het mee te maken. Blijkbaar mag je daar nog iets helen. Durf je jezelf te laten zien, het masker, zoals je werkelijk bent. Vrouwelijke energie naar voren, of wil je de vrouwelijke energie in jezelf, die best wel pittig kan zijn, dat je daar dus echt in een stukje, echt die krachtige energie, dat je die naar voren toe zendt. Zie je dat van jezelf, of zie je dat niet? Of merk je dat aan jezelf, of wil je dat niet zien? Kijk daar eens even naar. Daar zit iets wat gezien mag worden. Of verstop je jezelf onder een masker en wil je niet zien wat er eigenlijk onder de oppervlakte speelt. En dan krijg je de kaart Letting Go. Dus je mag iets loslaten. En wat dat wil zijn, het masker mag los. En dan krijg je ook dat succes. Dus ik heb het gevoel dat er vele van jullie misschien niet eens zien wie ze werkelijk zijn. Wat ze voor krachten hebben. Wat ze voor gaves hebben. Hebben we allemaal. Maar niet iedereen hoeft er iets mee te doen of kiest ervoor om iets ermee te doen. Dat is je eigen vrije wil. Maar misschien heb je die gaves wel en laat je dat nu een beetje liggen. Omdat je gefocust bent op die ander. Maar de bedoeling is, als dat van spirit voor jou bedoeld is, dan mag je terug naar jezelf. Dan mogen die gaven gezien worden en dan mag je die ook erkennen. En dan mag je die niet, en dat is wat ik ook hier zie, niet verstoppen. Alleen om de hoop dat iets gaat stromen. Het gaat niet stromen als je het vasthoudt. Dan krijg je het contact met spirit. Bewustwording, dus je komt in een soort bewustwordingsproces en daar wordt misschien, gaat er dadelijk een plotselinge gebeurtenis plaatsvinden, zodat je echt teruggeworpen wordt op jezelf, of die is er al geweest en daar word je je nu bewust van, ook dat kan. Maar er komt een transformatie aan, naar de puurheid, naar de echtheid van jezelf. Staat er nog meer op? Ja, bevrijding. Nou, dat voelde dus voor mij zondag echt letterlijk zo. En het voelde echt, dat is gewoon belangrijk dat jullie dat allemaal mogen ervaren. Want daardoor kun je nog meer je licht laten schijnen naar de buitenwereld. En het heeft te maken met controle vasthouden. Bij velen van jullie heeft het te maken met controle vasthouden. Dat je het niet ziet, dat een blinde vlek is. En ga je, en dat is vooral belangrijk, ga je eens afvragen waarom hou je die controle vast. Want ik deed dat ook. En dat heb ik in een vorige video ook aangegeven. Ik kan dat ook heel goed. Wat het natuurlijk totaal werkt voor geen meter. Dat begrijp ik met mijn verstand ook wel. Maar gevoelsmatig kon ik die controle niet loslaten. En nu moest ik. Kon er toch niks aan veranderen. Dus dat heb ik ook gedaan. Maar ik ben wel gaan vragen aan mijn gidsen. Van, leg me uit waarom ik die controle vasthoud. Want die hou je vast aan een stuk angst. En die angst mag gezien worden, maar de oorzaak van die angst, daar moet je achter komen. Als je daar achter bent,
En als je dat begrepen hebt, waar die controle vandaan komt, welke angst, emotie dat erachter zit, dan ben je op weg naar heling. En dat is wat ze dus ook bedoelen. Laat het gewoon stromen. Laat het spirituele je brengen eigenlijk. Hè? En als je om hulp vraagt, dan krijg je die hulp. Oh, die hulp ook. Nou, dat viel alles bij elkaar. Het heeft dus misschien te maken met een stuk afhankelijkheid. Het niet durven kiezen. Dat je energie weggeeft. Dat je de focus naar die ander toe legt. Dus daar kan het mee te maken hebben. Dat je de communicatie, dat je daar niet op vertrouwt. Dat je zoiets hebt van, ja, klopt het allemaal wel wat ik hoor en wat ik zie, wat ik lees. Maar dan mag je de duidelijkheid in krijgen. Je mag de waarheid zien. Misschien zie je het gewoon heel duidelijk. En is dat ook gewoon zo? En mag je dat accepteren? Maar dat heeft dan weer te maken met een stukje intuïtie en vertrouwen op je intuïtie van, ja, wat je voelt dat dat goed is. Dan, als je dat gedaan hebt, heeft het te maken met een stukje verbinding met jezelf. Dan krijg je een hogere energiefrequentie. Je gaat een spirituele poren door. Je moet het eigenlijk zo zien alsof je iets achterlaat. En ja, dan mag je wel. Als je vooruit wil, zul je echt iets achter moeten laten. Je kunt niet met die rugzak om door een smalle deur. Ja, zo, waarom krijg ik dat nu? Nou ja, goed. Het is een smalle deur en je hebt een hele grote rugzak om met alle ervaringen uit het verleden. Maar het is niet jouw taak om die rugzak. Het is niet de bedoeling dat jij die rugzak meeneemt naar de toekomst. Die zullen we af moeten laten, want die is zo groot, die past niet door die deur. Jij past er wel doorheen, maar die rugzak niet. Dus je kunt twee dingen doen. Misschien is dat, moet ik dat zeggen, zodat jullie dat makkelijker kunnen visualiseren. Want ik zou niet weten waarom. Ja, dat had met het visualisatiestukje te maken. Dus als je daar moeite mee hebt, van wat moet ik loslaten, kijk dan eens wat je allemaal hebt meegemaakt in het verleden. Ga eens na, wat heeft dat voor emoties bij je opgewekt? Welke emoties kwamen omhoog? Welke komen nu nog omhoog? En ik had eigenlijk het gevoel van, en misschien heb je daar iets aan, dat ik al die emoties nog eens moest voelen. Dus ik had zoiets, kom maar op, weet je, kom maar op. Maar dat hoeft niet. Je hoeft alleen maar bewust te worden van wat er geweest is in het verleden. En herkennen van, ja, ik ben bang. Of ja, ik ben afhankelijk. En ja, ik voel me niet geborgen. Waar komt dat door? En dan krijg je dan de links, ja, dan worden eigenlijk de links gelegd naar de oorzaken daarin. En dat is al voldoende. Je hoeft niet de hele pijn weer te voelen. Ik had gedacht, dat gaan we dus ook zo doen. En dan ga je dus weer huilend op de bank zitten. En net als vroeger, maar dat gebeurde niet. Alleen een hele erge druk op mijn hartchakra. En die raakte ik dus niet kwijt. En misschien heb jij dat ook, maar na verloop van tijd ging dat uiteindelijk weg. Hoge hartchakra, de verbinding met jezelf. En dan valt er ook, dan komt ook de kaart van overvloed. Dus dat ga je dus wel ervaren straks, die overvloed. Wat mag ik nog meer zien? Oké. Wat ik hoor is dat velen van jullie willen weten wat er met de ander aan de hand is. Dan gaan we daar eens even naar kijken. Oké, geef me de energie van de persoon waar die... Degene die kijkt mee in verbinding staat. De algemene collectieve energie. Dus een collectieve reading. Kan niet voor iedereen kijken natuurlijk. Hè? Waar zit die ander in? Welk stukje? Obstakels. Oeps, excuses. Obstakels. Stukje onzekerheid nog. Misschien of die obstakels opgelost worden. Maar ook... Dat die persoon weet van die obstakels, die overwin ik. Het gaat gewoon stromen. En, want die persoon krijgt nu een hoger perspectief. Die kijkt nu vanuit een hoger inzicht. Als een soort, ja, wat ik altijd zeg, een adelaar die echt boven, ja, dat je als een vogel zeg maar, kijkt van wat is daar beneden aan de hand. En er komen inzichten voor die persoon om die obstakels te overwinnen. Dat krijg ik wel te zien. Het heeft te maken met de bewustwording, met het kruinchakra, ook met de kundalini-energie. Dus daar gaat iets stromen, daar gaan inzichten komen, daar gaat een helderheid komen van hoe ga ik dit aanpakken, waar kan ik die obstakels door, hoe ga ik die overwinnen. Het heeft te maken met op dit moment, en dan hebben we de energie van de volle maan, een leeuw en de Pluto-energie, die nog een driehoek daarop staat. Nu heeft hij het gevoel van hij of zij dat hij aan het zinken is. Hoeveel emoties komen eigenlijk aan de oppervlakte? Niet meer aankunnen, overweldigd, emotioneel.
Dus er is heel veel wat, en hier ook weer, wat misschien niet gezien wordt. Misschien zie jij iets niet, want jij had het masker. Jij had het masker en die ander die zingt, die verzuipt bijna. In de emoties. Misschien die emoties voor jou, dus die emoties voor de hele situatie. Van hoe gaat dat gebeuren, hoe gaat dat opgelost worden. Wel, misschien het vertrouwen hebben dat het opgelost wordt, maar eventjes, ja, geen duidelijk zicht hebben. En dan krijg je, want die persoon wil in de vrijheid komen, die wil de kracht terug. Is ook logisch, hè? Moeten er nog twee pakken. Oké, dat zijn er meer, maar goed. Maar hier is het alsof die persoon verstrikt is. Dat er... maar er moet helderheid in komen in die verstrikkingen. En die mag ook wat zachtaardiger zijn naar zichzelf toe. Misschien is die wat hard voor zichzelf. Omdat bepaalde dingen niet stromen. En die wordt gewaarschuwd dat hij zich afleidt. En ik heb hier het gevoel dat die persoon mag gaan kijken waar die door verstrikt wordt. En niet zich laat afleiden door... Ja, waar die persoonlijk mee bezig is, hè? Dat die er niet voor wegloopt, wat hier gezien mag worden. En dat mag opgeruimd worden, dat mag losgelaten worden. Dus waar die persoon in verstrikt is, dat mag losgelaten worden. Dat is dus bij iedereen verschillend, maar ook dat stukje afleiding zoeken in iets wat misschien helemaal geen nut heeft, maar de boel wel vertraagt. En waardoor dus echt de dingen niet kunnen gaan stromen zoals ze horen te stromen. Daar moet iets gezuiverd worden, moet iets geheeld worden. En dan mag je even zelf kijken van, ja, hoe gaat dat? Wat is de situatie in mijn tweelingzielenproces? Maar er komt een transformatie aan, er komt een wedergeboorte aan, dood en wedergeboorte. Dat is ook de kaart van de dood. Dood betekent niet, betekent inderdaad, er gaat iets afgesloten worden en er begint iets nieuws. En dan gaat dat ook gebeuren. Zodra die persoon al die... de dingen waar ze zich eigenlijk niet mee bezig zouden moeten houden, om het te niet te voelen, om afleiding te zoeken, zouden ze de energie van terug mogen halen en naar zichzelf brengen, zodat de dingen kunnen worden opgelost. Want die obstakels willen gezien worden. En het mag blanco zijn. Er mag een leegte komen. Want in de leegte kan iets opgevuld worden. Ik heb ook het gevoel dat dan iets nieuws gaat beginnen. Nee, die hoeven niet. Nee, maar er mag dus een stuk leegte komen. Zodat het opnieuw geschreven kan worden. Wat er tussen jullie is. En hoe het verder moet gaan tussen jullie. Wat mag er nog meer gezien worden? Ja. En even kijken. Deze geldt voor jullie beiden. The universe speaks to you through dreams. Dus je gaat veel dromen over elkaar. Of dromen hebben over het stukje waar je dus in zit, wat je mag helen. Het kan ook zijn dat jullie telepathisch contact hebben. Als je de rust terugvindt in jezelf en helder hoofd hebt zonder nadenken, zonder emoties. Dan is het dus makkelijker om te communiceren. Ik zie mezelf natuurlijk beter met bril. Makkelijker te communiceren via telepathisch contact, dat kan. Dan kun je elkaar voelen. Als je heel goed op elkaar ingestemd bent en de intuïtie is heel hoog, gaat dat. Dan voel je gewoon in je lichaam dat die ander energie naar je toe stuurt, zendt. Dat kan. See all aspects of yourself through the reflection of the one who mirrors your hidden self. De reflectie. Dus je spiegelt elkaar. Dus allebei mogen jullie dus nu iets loslaten. Zodat je eigenlijk in je eigen kracht kan staan. Blue star, follow the light of your inner compass. The blue star, it will lead you to the truth that resides within your soul. Dus je mag die blauwe sterrenenergie. Het zijn de starseeds kaarten.
voor spirituele groei. Dus daar mogen jullie alle twee naartoe. Dat je meer op je innerlijke kompas vertrouwt. Heeft ook te maken met bewustzijn natuurlijk. Hè? En er moest nog één naar voren komen, de liefde. Het staat erop. Leef je waarheid en deel de liefde die in jouw ziel is. En dat is wat er dus ook nu op dit moment gebeurt. En dat gebeurt ook globaal. Hè? Kijk, dat je dan connect met andere mensen vanuit een ander land. Althans, voor mij voelt dat zo dat je echt de liefde die nodig is hier op aarde, dat je die verspreidt en verdeelt. En dat dat gaat groeien en dat dat gaat stromen. Zodat je nog meer in een hoger bewustzijn mag komen. En dan daardoor meer en meer liefde kunt verspreiden. Wat moest ik nog meer? Ja, we gaan toch even de iets minder serieuzere kant op. Wacht, deze moet ik nog even hebben. Dat zijn de Island Time Wellness kaarten. Wat is er, wat mag er gezien worden? Wat is de blokkade tussen jullie twee nu? Is er nog een blokkade? Waar mogen jullie aan werken? Wat mag er gezien worden? Cassette. Outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. Dus misschien doe je dat. Dat je dus heel veel nadenkt en heel veel denkt van ja, hoe was dat ook alweer? En waar heeft het mee te maken? Dus dat is waar je dus, waar je dus uit mag. Dan de kaart de Chaser. Chaser and codependent relationship. Fear of abandonment. En ja, fear of abandonment issue. Dus misschien ben je dus bang om alleen te zijn. Bang om achtergelaten te worden. Dat kan. En als dat van vorige levens is, kan ik me dat heel goed voorstellen. Dat dat bij jullie nog naar boven komt. En dat heb ik ook een stukje gehad. En ja, goed, dat heb ik wel gezien. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Want iedereen is daar is een eigen vrij persoon, weet je. En als je ervoor kiest om samen te zijn, dan kies je daarvoor. Dan hoef je niet te rennen. Iemand hoeft niet weg te rennen en iemand hoeft niet erachteraan te rennen. Dan gebeurt dat als het gebeuren mag. Healing heart, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. Dus als je dat heel vaak gedaan hebt, en ik heb daar het gevoel bij, heel veel van jullie hoor ik ook, heeft dat met vorige relaties te maken, maar ook met vorige levens. Dus daar hebben jullie waarschijnlijk al heel vaak dat jullie elkaar kwijt zijn geraakt. En dat is in de vorige levens natuurlijk heel erg verdrietig. Maar het kan zijn dat dat nog in je DNA zit, dat je daar nu nog last van hebt. En dat is de bedoeling, dat dat geheeld wordt. En doordat je in die separatie misschien nu bent, kun je dat ook helen. En de kaart Grim Reaper, Growth and Transform Your Life. Dat gevoel heb ik erbij. Er staat nog meer op, maar dat voelt niet dat dat genoemd mag worden. Want ik heb het gevoel dat het nu tijd is om te groeien, om je leven te transformeren eigenlijk naar de persoon die je hoort te zijn. En de runner, ja, zie je ook, dat is misschien iemand die bang is voor intimiteit, maar ook naar het ego kan luisteren. Dus daar ook mag, aan de ene kant heb je de runner en aan de andere kant heb je de chaser. En dat is voor jullie wat nu geheeld mag worden. Dat hebben jullie misschien in het verleden ook gedaan, in vorige levens. En dat hoeft natuurlijk niet meer. Keys on a ring, many options. Er komt een beslissing. Er komt een beslissing die wordt gemaakt. String along. Break up, separation, stop the pattern. Silent treatment, abandonment, the ex. En ik heb het gevoel dat hier dat patroon in die separatie waar je nu in zit, dat je dat patroon moet oplossen, mag oplossen. Zowel jij als ook de ander. Jullie hebben allebei misschien een ander patroon, maar het spiegelt elkaar misschien in tegenovergestelde richting. Maar dan mag dus iets gespiegeld worden. De een is misschien bang dat de ander weggaat, en de ander is misschien bang, oeh, die komt achter me aan. En ja, weet je, het is voor iedereen verschillend. Maar er komt, breekt licht aan het eind van de tunnel. Koffie, meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplifted and friendship. Dus er komt vriendschap, is er al natuurlijk. Er komt in ieder geval een positieve ervaring. Koffie drinken, er komt een momentje dat jullie dus met elkaar gaan praten hierover.
Wanneer het is, weet ik niet, is voor iedereen verschillend. Ik heb wel het gevoel, als je dit hier hebt opgelost, dan pas is de mogelijkheid er. Dan is de weg in ieder geval daar naartoe vrij. Ja? En dan nog is het ja, aan ieder eigen vrije wil en divine timing. Hè? Divine timing is gewoon ja, bij iedereen. Ja, dat gaat natuurlijk weer fijn. Je bent de ster die aan de hemel straalt. Die hadden we van de week ook. Ik heb constant het gevoel dat er iets niet, dat er iets mist in mijn leven nu wij niet bij elkaar zijn. Ja, dat kan me heel goed voorstellen. Maar, ja, goed, dat is ook geen fijn gevoel. Maar het is wel belangrijk dat, dat je dus je eigen stukje aanpakt. En hier krijg je, ik durf mijn gevoelens niet naar jou te uiten. Misschien heeft die persoon dat nog niet gedaan, letterlijk. Misschien wel op andere manieren. Ik begin onze zielsconnectie steeds meer te begrijpen. Dus dat is natuurlijk wel fijn. Ik moet er 5 pakken, hoor ik. Ik zie het nu eindelijk in. Je hoort bij mij. Dat is in ieder geval een hele fijne bewustwording van die persoon. Voor degene waar dat voor geldt. Even kijken wat er nog meer komt. Ik probeer je te vergeten, maar ja, goed, dat lukt natuurlijk niet. En je kunt dan ook zo ver wegduwen, hè? En het gaat allemaal niet de goede kant op. Maar dat gaat op dit moment niet meer. Vertrouw erop dat wij wel samen zullen komen. Ik weet dat jij gelijk hebt, ik had naar je moeten luisteren. Ja. Misschien had hij eerder moeten zeggen van dat die gevoelens stom zijn. Onze connectie beïnvloedt mij nog steeds. Maar goed, alles gebeurt om een reden en het is wat het is. Soms lijkt het alsof ik jouw gedachten hoor. En dat is dus wat ik zei met die telepathische communicatie. Dat kan dus. Dat kan je dus heel sterk voelen. En als je in ieder geval daarop ingetuned bent naar elkaar toe. Was dat het? Nee. Nog even de tweelingzielen tarot. Hoe gaat zich dat ontwikkelen vanaf nu? Welke ontwikkeling komt er voor het collectief? Ace of Wands. Breakthrough. En een breakthrough. Ik ben echt het stotteren. En awareness. Dus er komt een doorbraak. Het kan zijn dat je die al gehad hebt of die begint dus nu. He, dat je daar een inzicht in krijgt. En de kaart Two of Swords, Stalemate and Indecision. Er is iemand onduidelijk, ziet het nog niet. Welke kant het die op moet. Twee van zwaarden betekent ook een strijd in jezelf. Strijd in jezelf van hoe moet ik dat gaan aanpakken. Ik heb geen idee, ik weet het niet. Je ziet het niet, je wil communiceren, maar ja, hoe? Dan de kaart 8 van zwaarden, imprisonment. Die persoon heeft het gevoel dat die gevangen zit. Misschien moet daar nog iets opgelost worden. Maar er komen wel ideeën. En dat is de page van de pentakels. Er komen wel concrete ideeën die gaan zich vormen. En ook al kan die persoon op dit moment nog niks. Dat wil niet zeggen dat dat dadelijk niet gaat gebeuren. Want 4 van zwaarden, dat is in de Lightseers, dat meisje wat in dat nest ligt met het hart. Dus het heeft wel met de healing van het hart te maken. Healing and recovery. Het kan zijn dat die persoon nog aan het helen is, een hart aan het helen is. Wat misschien met een vorige verbinding te maken heeft of met jouw verbinding, met jullie verbinding. 4 van pentakels, ook het gevoel van ja, ik mis iets in mijn leven. Maar goed, ja, misschien zijn jullie alle twee nog niet klaar daarvoor. En mag er eerst nog wat geheeld worden. Defense mechanism, 7 van de staven. Voelt zich ook alleen daarin. Zit misschien in een situatie waarin die persoon zich constant moet verdedigen. Of een muurtje om zich heen heeft gebouwd van kom maar niet dichterbij. Dat gaat nu even niet. Dus geeft die persoon dan ook de ruimte. Want dat bericht van liefde gaat er wel komen. Page of Cups.
Dus dat komt wel. En dat zie ik hier ook aan de kaart van de wedergeboorte en de leegte en de communicatie. Conflict en competition. De vijf van staven. Maar de vijf van staven is een kaart eigenlijk. Stelt niet veel voor. Dat is meer het gevoel hebben van. Ja, ik zit in een achtbaan. Ik weet even niet hoe ik eruit moet komen. Maar dat is wat ik hier voel. Snel opgelost. Maar nu, voor nu is het even tijd. Soul searching, the hermit. En het is voor jullie allebei even belangrijk om in die kluizenaarspositie te zitten. Even de verbinding met jezelf terugmaken. En dan krijg je de zeven van bekers. Fantasy en temptation. Dus nu is het meer dromen over alles. Van wat is er geweest? En hoe heb ik mij gevoeld? En wat heeft die gezegd? En wat heeft die geschreven? Etcetera. Dus daar zitten jullie allebei in. In het stukje van nadenken van hoe is dat geweest? En hoe was dat voor mij? Wat voelde ik daarbij? Maar die persoon ziet je wel als Queen of Pentacles. Zorgzaam. Je mag dat ook jezelf zo zien, hè? Dat is wel een ding. Drie van Pentakels, er gaat wel een samenwerking komen. Dus er komt een verbinding weer tot stand. De verbinding, het kan ook te maken hebben, wat ik, ops, dan moet ik even terug. Ik heb het gevoel dat het hier ook gaat om iemand die in een, in een stukje zit, die wil heel graag contact met je opnemen, maar dat gaat niet, want die zit nog vast aan iets. Ik heb het gevoel dat daar een derde persoon bij is, maar voor velen van jullie geldt dat zo. En dat er nu eigenlijk een soort competitie en conflict bij die persoon zelf is, van hoe moet ik dat nou in godsnaam oplossen? Dus hier krijg je de kluizenaar, de hermit, want die denkt heel veel na over jou, hoe het tussen jullie was, wat ik al net zei. En ziet eigenlijk jouw waarde, zeg maar. Hè. En dan de drie van Pentakels, dat heeft dan te maken met die derde persoon. Maar hier krijg je de kaart Justice. Dus het kan zijn dat iemand hier in een echtscheiding geraakt is. Maar dat gevoel heb ik wel, dat er eerst iets, ja. Wat ze me laten zien is, er moet eerst iets met een hamer beklonken worden. Het klinkt heel gek, maar aan de rechtbank doen ze dat dan. Dat moet eerst. Dat het niet meer veranderen kan. Dat er iets verzegeld moet worden. Maar het is ook jullie zielencontract, hè, dat jullie mogen aangaan. En dan komt er ook een nieuwe energie. Page of Wands, excitement en curiosity. Dan komt er een overwinning. Weet je, dan kan het vuurwerk gaan starten. Het vuurwerk gaat natuurlijk beginnen. Natuurlijk met oud opnieuw, maar als die persoon of jij in een verbinding zit waar je vanaf wil en eindelijk is dat geregeld, dan heb je ook zoiets van, ja, dat is reden voor feest te vieren, weet je. Ook al is het dan misschien niet zo fijn omdat je iets hebt beëindigd, maar het is wel, je bent vrij, want daar lag ook net de kaart van de vrijheid in. En dan krijg je de kaart Two of Wands. In de Lightseers deck is het meisje wat eigenlijk naar buiten kijkt en één staaf al neer heeft gezet en één heeft in de handen van ik wil daar niet meer verder. Er worden plannen gemaakt, er worden beslissingen genomen van hoe nu verder, weet je. En dat wil niet zeggen dat dan meteen gaat stromen, maar het kan nog even duren als dat gezien mag worden. Als dat klaar is. Kaart Judgment, weer de kaart van de Karma Review, maar Judgment is ook een kaart van het oordeel. Het oordeel dat er dus echt nu gekeken wordt van hoe gaan we verder? Waar wil ik naartoe? Komt als een bliksem. Het kan ook heel snel, er kan ook heel snel een plan doorgaan, heb ik het gevoel. Dat plotseling dat iemand het idee krijgt en nou is het klaar, weet je. Ja. En nou is het afgelopen, nou chase ik op die motor. En spring ik op die motor of spring ik op dat paard, hè, de prins op het witte paard. Of stap in die auto en geef plankgas. En ga daarvoor waar ik naartoe wil. Dus hou even die rust voor jezelf. Maar als je verwacht alleen maar voor mij een reading te krijgen. Van het is allemaal leuk en aardig. Het gaat allemaal koek en ei worden. Het is allemaal leuk. Prima. Maar dan daar heb je dus niks aan. En dan kan ik je wel vertellen. Het gaat allemaal goed komen. Maar je hebt wel iets aan een healing.
aan weten waar je aan mag werken. Als je daar namelijk niet aan werkt, en zeker mensen die pas in een tweelingzielrelatie zitten, of mensen die er langer in zitten en zien het niet. Als je daar niet aan werkt, dan gaat het niet stromen. Heel simpel. En als jij al jaren in een tweelingzielrelatie zit en het stroomt niet, dan moet je eens afvragen, heb jij innerlijk werk gedaan? Heb jij karmisch werk gedaan? Heb jij gekeken naar, heb je die dark night of the soul gehad? En dat wil niet zeggen dat je als je één dark night of the soul hebt, dat je echt dan klaar bent. Want ik heb er ook een paar gehad. En als ik even kijken nu. Drie heb ik er gehad. Derde was het minst leuke. Maar goed, of is het minst leuke. Maar ja, dat was nodig. Dat zie ik nu ook achteraf in. En soms heb ik dat nodig, dat ik echt met de rug tegen de muur aan moet. En dan wordt er gewoon van boven gezegd, nu is het afgelopen, weet je. Nu ga je daaraan werken. En dan mag je niet meer in dat traject blijven of in dat stukje blijven hangen waar je in zit. Maar dan moet je echt nu terug naar jezelf. En dat heb ik gedaan. En dat zorgt er alleen maar voor dat ik nu de richting inga van de healingen geven. En ja, wat er nog meer bij gaat komen, ik heb geen idee. Ik laat dat op me afkomen. Samenwerken met mensen, ja, of dat de bedoeling is. Ik vind dat wel fijn dat je eens kunt sparren met anderen. Te kijken hoe die in dat stukje zitten en hoe die dat doen. En elkaar een beetje helpen in de weg naar van hoe ga ik mijn healingen in de toekomst vormgeven. En ook ja, dat spirit daarbij ondersteunen. En laat zien wat er dan mag. Maar goed, ik heb al iets mogen zien afgelopen zondag. Dat er iets, ik heb vaker healingen, doe ik al vaker. Maar het is nog nooit geweest dat het zo bizar snel onder mijn handen gewoon los schoot. Ik kan dat niet uitleggen, dat heb ik ook nog nooit zo ervaren. En wat er dan gebeurde, dat er iets losschoot, het kwam gewoon omhoog. En ik had zoiets van, ik ga hier niet overgeven, dat vind ik sowieso smerig. En opeens zakte het gewoon weg. En dan is er een rust in je lichaam, kan ik, ja, dat was gewoon bizar. En dan weet je gewoon van, ja, er is gewoon iets mega groots opgelost. En nadat ik het 's avonds in mijn heksenketeltje, die papieren wat ik al die 2 weken verzameld heb met opschrijven wat ik had gedaan en waar het vandaan kwam, toen had ik zoiets voor 6 uur vanavond moet dat verbrand zijn. Dus ben ik buiten gaan doen, ben ik gaan staan, want toen had ik nog mijn hartchakra helemaal geblokkeerd. En dat heb ik dus ook, dat heb ik verbrand. En tijdens het verbranden, ja, het klinkt heel gek, misschien hebben jullie dat ook al eens ervaren, het zakte gewoon weg. En sindsdien is er rust. En rust zoals ik nog niet heb ervaren, dus ik ben heel benieuwd. Ik ben natuurlijk alert op dat die psyche niet nog eens weer gaat trekken eraan. Ik snap ook wel dat dat misschien gaat komen, maar goed. Ik weet het nu. Ik heb het me opgeschreven, dat ik daarop moet letten. En dat zal ook wel gaan gebeuren. Maar in ieder geval wens ik jullie ontzettend veel succes in jullie tweelingzielverbinding. Dus de informatie over de healingen. Waarschijnlijk ga ik weer een afstandshealing geven, maar dan op een iets andere manier. Misschien het stukje dat ik persoonlijk kleine healingen geef dan aan de mensen die erbij betrokken zijn. Die dan, of dat via Facebook gaat, ik denk het wel. Like dan even mijn Facebookpagina, dat als dat gebeuren gaat, dat je in ieder geval daar de verbinding hebt dat ik daar live ga. Ik weet even nog niet hoe ik dat moet gaan doen. Of via Zoom of straks samenwerken met die mensen. Ik heb geen idee. Ik laat het op me afkomen. Ik vind het alleen maar allemaal heel erg leuk. En ik verheug me daarop. En ja, goed. En de rest zal zich uitwijzen wat dat gaat worden. Ik wens jullie in ieder geval heel veel succes. Dankjewel voor het kijken. Dus abonneer je op dit kanaal mocht je nog iets meer willen weten. Ik heb ook het gevoel dat ik meer Engelstalige video's mag gaan maken. Ik heb daarnet met die mevrouw uit Canada gesproken. En die zei, ja, dat gevoel had ik ook al. Dat je dat moet gaan doen. Dus dat zal ook hier en daar ertussen komen. Het zal niet zoveel zijn. Maar ja, ik ben een beetje roestig in het Engels spreken. Ik heb hun wel die Engelstalige video gestuurd. En ja, dat is dan wel leuk dat één iemand dan meteen zegt dat fijn is om naar te luisteren. Maar goed, voor mij is het
is een beetje roestig. Ik heb vroeger gewerkt als secretaresse, dat doet er eigenlijk niet toe. Maar toen moest ik natuurlijk veel meer Engels praten, hè, met mensen over de hele wereld. En ja, dat ben ik een beetje verleerd. Toen was ik 20, dat is 34 jaar terug. Dus ik moet er wel even in komen. Maar goed, dat is wel fijn dat ik dus nu met die andere mensen in een Zoom-meeting kan. En dat je daar dus ook weer de boel kunt oppoetsen. En dat is dan wel fijn. Nou, in ieder geval, ik wens jullie heel veel succes. Ik ben in ieder geval heel blij met mijn eigen stukje, wat dus nu geheeld is eindelijk. Ik voel het ook gewoon, het is gewoon weg. Ik kan het niet uitleggen, het is gewoon weg. Er is rust voor in de plaats gekomen. Echt super veel rust. En ja, alles begint te stromen, dus dat is heel fijn. Ik wens jullie een hele fijne dag. Dankjewel voor het kijken en namaste. Wat moet ik hem? Oh ja.